In deze video bekijken we hoe de ISBN-oefening uit de zevende reeks uit te werken en in te dienen. In deze oefening zullen we niet alleen werken met ISBN-10-nummers, maar ook met ISBN-13-nummers. Voor beide code geldt een analoge formule. Het laatste cijfer van de code is telkens een controlecijfer. Dat moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bij de ISBN-10-code geldt deze formule en voor een ISBN-13-nummer geldt de onderstaande formule. We moeten nu een functie isISBN schrijven, waaraan een string en een optioneel tweede argument kunnen doorgegeven worden. De functie moet bepalen of het eerste argument een geldige ISBN-code is. Het tweede argument geeft aan of het om een ISBN-10 of een ISBN-13-code gaat. Dit argument is een booleaanse waarde en is true als het om een ISBN-13-code gaat. Dit is meteen ook de standaardwaarde voor deze parameter. We zien hier een voorbeeld van hoe de functie moet kunnen gebruikt worden. In een eerste voorbeeld wordt een string van 13 karakters als argument meegegeven, maar er zal getest worden of het om een ISBN-10-code gaat en het resultaat is false. In het tweede voorbeeld wordt diezelfde string meegegeven en wordt gecontroleerd of het om een ISBN-13-code gaat. En in dat geval is het antwoord true. In dit probleem moeten we zowel ISBN-10 als ISBN-13-codes testen. De werkwijze voor beide problemen verloopt analoog. We splitsen daarom het probleem verder op in kleinere deelproblemen. We schrijven een functie voor het testen van de ISBN-10-codes en een andere voor het testen van de ISBN-13-codes. En de functie isISBN moet dan afhankelijk van de meegegeven optionele parameter nog enkel de gepaste functie oproepen en het resultaat teruggeven. We werken dit uit in de PyCharm editor. We vertrekken van de oplossing van reeks 5. In de functie isISBN uit reeks 5 hebben we getest of de meegegeven code een string is van lengte 10 en of alle karakters behalve het laatste numeriek zijn. Daarna werd het controlecijfer berekend en getest. De functie geeft een booleaanse waarde terug die aangeeft of het argument al dan niet een string is die een geldige ISBN-10-code voorstelt. We zullen hier nu ook gebruik maken van de verkorte werkwijze die we gebruikten in de oefening uit reeks 6. Via list comprehension berekenen we het controlecijfer. We hernoemen deze functie ook naar ISBN-10. Op een analoge manier kunnen we het tweede deelprobleem uitschrijven. We schrijven nu ook een functie isISBN-13 die eveneens één argument krijgt en die controleert of de meegegeven code een string is met lengte 13 en of alle karakters numeriek zijn. Daarna moet eveneens het controlecijfer berekend worden met de opgegeven formule. En dit controlecijfer moet getest worden en ook deze functie geeft een booleaanse waarde terug die aangeeft of het argument al dan niet een string is die een geldige ISBN-13-code voorstelt. De eerste tests verlopen analoog als in de functie isISBN-10. We controleren of de meegegeven code een string is met lengte 13 en of alle karakters numeriek zijn. In een volgende stap berekenen we het controlecijfer op een analoge manier als bij de ISBN-10-code, maar met een andere formule. We starten eveneens met een som die gelijk is aan 0. We bekijken nog even de formule in Dodona. We zien hier dat alle oneven elementen gewoon moeten opgeteld worden en alle even elementen vermenigvuldigd met 3 en daarna eveneens opgeteld bij de som. Let op, x1 zal in de code voorkomen op positie 0, x3 op positie 2, x5 op positie 4. Dus de elementen op positie 0, 2, 4 van de string moeten opgeteld worden bij de som, terwijl de elementen 1, 3, 5 van de string moeten worden vermenigvuldigd met 3 en daarna opgeteld bij de som. We keren terug naar PyCharm en bepalen de gevraagde som. Van de eerste 12 karakters
bepalen we telkens of ze op een even of een oneven positie in de string staan. En aan de hand daarvan bepalen we de aan de som toe te voegen term. Van deze som bepalen we nu de rest na deling door 10. En dit resultaat moeten we aftrekken van 10. En hiervan opnieuw de rest na deling door 10 bepalen. In PyCharm krijgen we dus dit. Nu rest ons enkel nog dit berekende controlecijfer te vergelijken met het laatste karakter van de code. We zetten dit karakter om naar een geheel getal en vergelijken met controle. Zijn beide gelijk, dan gaat het om een geldige ISBN-13 code en geven we de waarde true terug. In het andere geval wordt false teruggegeven. Ook hier kunnen we de verkorte formule noteren die gebruik maakt van list comprehension. We hebben nu aparte functies geschreven voor het uittesten van de ISBN-10-codes en de ISBN-13-codes. De functie isISBN, die twee argumenten meekrijgt, moet enkel nog nagaan of de ingegeven code correct is. Het tweede argument, ISBN, is optioneel en geeft aan of het om een ISBN-13 of een ISBN-10-code gaat. De standaardwaarde voor deze parameter is true. Dit geeft ons volgende code. Als de opgegeven parameter ISBN13 true is, wordt de functie isISBN13 opgeroepen en het resultaat teruggegeven. In het andere geval wordt het resultaat van de functie isISBN10 teruggegeven. Door het opsplitsen van het probleem in verschillende delen, waarbij we een aparte functie hebben geschreven voor het testen van de ISBN-10-code en een aparte functie voor het testen van de ISBN-13-code, is de functie isISBN heel eenvoudig geworden. We voegen nu de doctest uit Dodona toe, zodat we de functie isISBN kunnen uittesten. We testen uit. Geen fouten bij de uitvoer, dus de oefening lijkt tot hiertoe correct opgelost. Als laatste wordt ons nu gevraagd een functie zijnISBN te schrijven, die voor alle codes uit een gegeven lijst bepaalt of het al dan niet geldige ISBN-codes zijn. Aan deze functie moet verplicht een lijst van codes als eerste argument doorgegeven worden. Optioneel kan ook een tweede argument doorgegeven worden. En indien dit argument de waarde true heeft, dan moet de functie nagaan of alle codes uit de lijst geldige ISBN-13-codes zijn. Indien het optionele argument de waarde false heeft, dan moet de functie nagaan of alle codes uit de lijst geldige ISBN-10-codes zijn. Indien het optionele argument de waarde non heeft, de standaardwaarde, dan wordt het type van elke code uit de lijst bepaald op basis van de lengte van de code. De functie moet als resultaat een nieuwe lijst teruggeven die enkel true of false bevat, naargelang de code op de corresponderende positie in de gegeven lijst van codes een geldige ISBN-code is of niet. We werken nu ook dit stuk uit in PyCharm. We creëren daartoe de functie zijnISBN, die twee argumenten heeft: code, die de lijst van te controleren codes bevat, en optioneel een tweede argument, ISBN-13. Met als standaardwaarde non. Deze functie moet een nieuwe lijst teruggeven. We zullen dus eerst de lijst initialiseren, ze daarna opbouwen en uiteindelijk teruggeven. We voegen de nodige commentaarlijnen toe. In het eerste deel van deze functie creëren we de lijst. In het tweede deel overlopen we de lijst van codes. We gaan voor elke code in de lijst na of ze al dan niet een string is. Is dit niet het geval, dan voegen we de waarde false toe aan de lijst. Is dit wel het geval, dan bekijken we de waarde van de optionele parameter ISBN13. Is deze verschillend van non, dan wordt de functie isISBN opgeroepen met als eerste argument de huidige code en als tweede argument de waarde van ISBN13. Heeft de optionele parameter de waarde non, dan moet via de lengte van de string bepaald worden welke functie er moet opgeroepen worden. Is de lengte 13, dan roepen we isISBN op
met als tweede parameter true en in het andere geval roepen we deze functie op met als tweede parameter false. Bij elke oproep voegen we het verkregen resultaat toe aan de nieuwe lijst. Na het overlopen van de ingegeven lijst rest ons enkel nog de verkregen lijst terug te geven. In deze video hebben we bekeken hoe we de ISBN-oefening uit de zevende reeks konden uitwerken door gebruik te maken van verschillende functies en met behulp van lijsten en list comprehension.